Ik had nog geen video opgenomen, dus het is nu iets over negenen. En ik sta bij de glasbak. Vorige week heb ik een keertje een meditatie 's avonds gedaan. Of aan het eind van mijn werkdag. Dat was ook heel fijn. Maar ik merk dat ik eigenlijk ook geen ochtend oversla. Dus als ik het 's avonds doe, dan is het en-en. Dan is het om op de dag te reflecteren, om misschien even dankbaar te zijn. Maar waarom de ochtend voor mij toch echt onmisbaar is, en dat heb ik vanochtend zo erg gevoeld. Zeker zolang het nog niet voor mij 100% vanzelfsprekend is dat ik opgeladen aan de dag begin. En dan bedoel ik niet opgeladen door de nachtrust, ook, maar juist... Die meditatie helpt mij om me echt helemaal vol te laten stromen met de energie en het besef hoe moet ik dat nou zeggen, dat ik liefde ben. Dus als ik meteen opsta, de wekker zou gaan en ik ren mijn dag in, dan vergeet ik dat. En dan vergeet ik dat ik liefde ben. En wat je vergeten bent, dat realiseer je niet. Dus dan denk je niet dat je dat hebt, dat kun je ook niet geven. En als ik bij het begin begin, bij de bron begin, en me weer realiseer dat ik daar rechtstreeks mee in verbinding sta, en dat ik die verbinding dus kan gebruiken om me ook bewust even helemaal op te laden, ja, dan begin ik echt met een volle batterij. En die hoeft eigenlijk ook niet leeg te lopen. Dus ik wil mezelf ook nog eens aanleren om daar een aantal keer per dag nog even bij stil te staan. Van, oh ja, mijn batterij is altijd vol. Lekker hoor. Fijne dag.